Goedemiddag. Uh, een bijzondere dag, want vanaf vanmiddag is de nieuwe Tweede Kamer aan het werk. En er wordt natuurlijk vooral heel veel gekeken naar Pieter Omtzicht. Inmiddels een van de meest geliefde politici van het land. Er worden massaal kaartjes verstuurd naar Pieter Omtzicht. Er zijn boeren die spandoeken aan hun trekker hebben gehangen met Pieter voor president. Een boodschap die ik natuurlijk alleen maar kan toejuichen. Het regent steunbetuigingen en aanmoedigingen. En er wordt vanmiddag grote drukte verwacht bij zijn intocht in Den Haag. Hij zal rond één uur in een transparante koets de stad binnenrijden. Om half twee is in de grote kerk de Heiligverklaring. En daarna zal hij in de de, kamer, de nieuwe Kamerleden ontgroenen door ze helemaal zwart te lakken en te kijken hoe snel ze dat er allemaal weer af hebben. Daarna zal de koning hem symbolisch de sleutel van het land geven en dan moet hij snel door, want hij moet ook nog vaccins bestellen en de oorlog in Jemen beëindigen. Normaal gesproken zou hij dan vanavond nog een nieuwe locatie voor het WK voetbal van 2022 regelen, maar hij is overwerkt, dus hij doet het een beetje rustig aan. Nou wil ik natuurlijk niks afdoen aan de kwaliteiten van Pieter Omtzigt. Ik kijk wel uit, maar misschien is het wel goed om ons eens af te vragen hoe het kan dat een Kamerlid dat in principe gewoon zijn werk doet, zij het dan heel grondig. En gedegen zo populair is geworden. Zou het misschien kunnen dat de rest van de Tweede Kamer het ook wel heel makkelijk heeft gemaakt om als kritisch gezien te worden? De rest van de Kamer stelde bijvoorbeeld twee verkenners aan, waarvan de eentje minister was in het huidige kabinet. En de andere vertrouweling van de premier niet bepaald een manier om tot een onafhankelijke verkenning te komen. En toen bedachten ze nee, dat was niet goed. Dus bij de volgende ronde vroegen ze twee ministers uit het huidige kabinet. De lat ligt qua onafhankelijkheid nu zo laag dat je al kritisch en out of the box denkt als je Johan Remkes voor zou stellen. Ik zou graag een Tweede Kamer zien die zich een beetje losrukt uit de houtgreep van Mark Rutte en zijn Omerta. Al weet ik niet of dat vandaag al gaat gebeuren. Mark Rutte wordt. Straks namelijk beëdigd als Kamerlid. net als Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag. Dus een vlijmscherpe controle van het kabinet. hoeven we nog even niet te verwachten. Ik heb wel heel veel zin in de meden speech van Sigrid Kaag. Reuze benieuwd wat Mark Rutte namens haar gaat zeggen. Het meest krankzinnige moment wordt volgens mij de beëdiging van Tamara van Ark als Kamerlid voor de VVD. Zij kan in theorie vanmiddag als Kamerlid van Ark een vraag stellen aan Verkenner van Ark, die de vraag kan doorschuiven naar minister van Ark. En ik hoop dat ze dan tijdens haar antwoord een sprintje trekt naar de interruptiemicrofoon om als Kamerlid van Ark minister van Ark weer te wijzen op wat Verkenner van Ark eerder nog gezegd heeft. Ik wil maar zeggen, in zo'n parlement is het ook weer niet zo heel moeilijk om door te gaan voor uiterst kritisch en onafhankelijk. Ik hoop dat de twee, Tweede Kamerleden die vanmiddag beginnen. Zichzelf iets serieuzer durven te nemen. Ze zouden al kunnen beginnen met één belangrijke daad. Er is namelijk behalve dat zinnetje over omzicht en zijn functie elders nog een schandaal in de formatie gaande waar niemand het nog over gehad heeft. De verkenners en diverse fractievoorzitters en journalisten hebben het al gehad over een kabinet Rutte 4. Dat betekent dat ze Mark Rutte premier willen maken. Maar Mark Rutte is een gekozen volksvertegenwoordiger. Hij stond bovenaan de lijst. Hij kreeg bijna 2 miljoen stemmen. Het zou toch een schande zijn om die man weg te promoveren naar een functie elders, zoals ze ook met omzicht geprobeerd hebben. Zijn kiezers willen dat hij hen vertegenwoordigt in het hoogste democratische orgaan van dit land. Het zou natuurlijk een heel slecht signaal zijn... als hij daar niet de kans toe zou krijgen. Bovendien is hij al tien jaar premier geweest... en hebben we allemaal gezien hoe ongelukkig hij in die functie was. Hij vergat de simpelste dingen, zoals de Kamer netjes informeren. Hij raakte dingen kwijt, zoals bonnetjes van deals... of belangrijke memo's van de Belastingdienst. Hij durfde op geen enkele vraag gewoon antwoord te geven... en hij moest heel veel bewindslieden zien vertrekken... omdat hij steeds dingen fout deden als hij net even niet in de buurt was. Dat moeten we hem en onszelf... Niet nog een keer aan willen doen. Vandaag heeft de Tweede Kamer dus de kans om onze democratie een dienst te bewijzen. Geen functie elders voor Volksvertegenwoordiger Rutte. Ze bellen maar iemand anders. Ik weet zeker dat Mark Rutte dolgelukkig zou zijn met zoveel steun van zijn collega's. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.